Het staatsbedrijf Allianz wordt in ere hersteld en uiteindelijk geprivatiseerd. De 31 werknemers in dienst van dit bedrijf waren bijzonder blij met het bezoek van LVV-minister Rabindranath Panmisser, die onlangs een bezoek bracht aan Allianz. Faisal Kurban, manager bij het staatsbedrijf, heeft de huidige situatie van het staatsbedrijf omstandig uitgelegd aan de minister. Voor het jaar 1953 was Plantage Allianz een suikerrietonderneming, waarna de overheid deze heeft overgekocht en 9 andere plantages toevoegde om zo het areaal te vergroten. Dit areaal werd vervolgens beplant met citrus, waarvan het grootste deel van de oogst bestemd was voor de export en de productie van sappen. Er is niet gewerkt aan verjonging aan de aanplant, waardoor de productie drastisch is afgenomen en mede hierdoor ook de inkomsten van het bedrijf. Minister Panmisser beloofde gelijk steun aan de onderneming voor het opvoeren van de productie. Er zal gezorgd worden voor nieuw citrus- en kokosplantmateriaal. De geoogste kokosnoten zullen verwerkt worden tot een eindproduct, zoals gebotteld kokoswater en kokosolie. Met de verwerking kan Allianz meer inkomsten genereren. Hiertoe is door de bewindsman van LVV de benodigde kennis toegezegd. De werknemers van de onderneming zien na jaren verval, met de toezeggingen van minister Panmisser, eindelijk licht in de tunnel.